Dinsdag is precies 75 jaar geleden dat in Nederland de Partij van de Arbeid werd opgericht. Om die reden stonden leden van de PvdA in Leiden dinsdagochtend al vroeg op de stoep bij Topaas Overijn met bloemen en een doos vol koek. Nou, vandaag is de Partij van de Arbeid jarig. We bestaan 75 jaar. Zijn we een van de oudste politieke partijen van Nederland. En wie jarig is, trakteert. Dus wij gaan langs verschillende verzorgingshuizen en nemen een bloemetje en koekjes mee. In verschillende verzorgingstehuizen in Leiden stond deze ochtend dezelfde verrassing klaar. Nou, wat ik zei, wie jarig is, trakteert. En wij vinden eigenlijk, dan moet je ook wel de mensen trakteren die het nu het hardst werken. Of het moeilijkst hebben. Dus bewoners zijn, volgens mij is de wereld vrij klein voor ze geworden. En de zorgmedewerkers werken heel hard. Dus wij dachten, dat moet je belonen met... Met kanjer. Het verzorgingstehuis was maar al te blij met deze traktatie. Ja, fantastisch. Het is echt een grote verrassing. Prachtige bosbloemen en heerlijke stroopwafels. Blij ermee. Zeer vereerd. Ja, zeker. De PvdA Leiden kijkt terug op 75 jaar waarin de partij veel heeft kunnen doen voor het land. Nou, ik denk zonder Partij van de Arbeid had je geen goede verzorgingsstaat gehad. Zonder Partij van de Arbeid had je niet de spreiding van kennis, macht en inkomen gehad. Dus volgens mij is de PvdA altijd bezig met het verdelen van rijkdom, van kennis en zorgen dat mensen allemaal kunnen meedoen in ons land. Ik denk dat we dat hier in Leiden, maar ook in Nederland goed doen. We beginnen eigenlijk pas net, dus we gaan gewoon 75 jaar weer door.